Hallo, ik ben Cedric. Ik heb een beetje meer te vertellen over de richting die ik momenteel volg. Welke job dat ik later wil uitoefenen, of het moeilijk is, hoe ben ik in de richting geraakt en ja, waar kan je het volgen? Om te beginnen, ik studeer momenteel graduaat orthopedagogie. Dat is een praktijkgerichte opleiding. Bestaat uit 2 jaar, sommige richtingen ook uit 3 jaar. In mijn eerste jaar heb ik 250 stageuren gehad, of ben ook bezig aan die 250 stageuren. En het volgende academiejaar moet ik er 500 lopen. Een weekindeling bestaat uit maandag, dinsdag heb je stage. Woensdag is eigenlijk een vrije keuzedag. Hou je die dag voor ja, thuis te doen, thuis wat te doen of te studeren, of die dag ook nog stage te lopen, dat mag je zelf kiezen. Na donderdag en vrijdag zijn echte lesdagen. Die vinden meestal plaats in kleine klassen, kleine lokalen, sommige ook in aulas. Maar je klas bestaat meestal uit een twintigtal, max dertigtal personen. En dan maakt het ook wel leuk omdat je dan iedereen individueel kent. En ja, de leeftijd bij ons in de klas, je hebt sommigen van 18 jaar, sommigen van 35, 48. 50 of zelfs eind 50, allee, begin 60. Dus het is heel leuk omdat je dan verschillende soorten ervaringen te horen krijgt. Of ja, iedereen heeft al een ander traject in zijn leven meegemaakt, of verschillende hindernissen overwonnen. En dat is ook wel interessant omdat je dan daar ook al deels uit leert. En dat is ook wel heel handig voor de richting orthopedagogie, omdat dat is een richting waar je altijd met mensen bezig bent, voortdurend bij leert. Want je kan niet leren bij ons. Of iets nieuw leren. Het is eigenlijk een voortdurend ook ontwikkelend proces van veel informatie dat je krijgt van buitenaf, binnenaf. En ook een soort leerproces van jezelf. Omdat ik persoonlijk ben dit jaar veel rustiger geworden. Veel minder controlefreak. Of ik moet niet elke discussie winnen. Of allerlei van die dingetjes. En dat is ook wel het positieve aan deze richting, omdat je eigenlijk een soort van zelftherapie krijgt. Want ja, de theorie natuurlijk, pas je een beetje toe op jezelf, automatisch, alleen onbewust. Maar ook omdat je op momenten zoals op stage, moet je altijd rustig blijven. Je kan moeilijk als er een bepaalde hectische situatie is, dat zelf als een kiekje zonder kop rondlopen, want dan ja, is het van een dam. Dus ja, het is ook wel echt een zelfstudie dat je eigenlijk krijgt. Omdat je, ja, je krijgt inkijk op zaken. Je kijkt gewoon anders naar bepaalde situaties of mensen zelfs. Dus dat is wel het mooie eigenlijk aan de richting. De echte theorievakken zelf, zoals ik net een beetje zei, je leert over verschillende beperkingen. Zoals bijvoorbeeld fysische beperkingen, psychische beperkingen. En daar wordt nog verdeeld van ja, kinderen, volwassenen, ouderen. Dus eigenlijk een heel totaal pakket dat je krijgt van de mens. Heel interessant. We hebben ook vakken zoals biologie. Dat zijn niet echt per se het traditionele van het middelbaar. Maar ga je eerder kijken van hoe ontstaat een soort prikking of syndroom of achterstand of een van die dingen. En dat is wel interessant omdat je, als je dan, ik zal maar zeggen, met een zorgvrager bezig bent en je weet dat je een bepaald syndroom of beperking hebt, dat je echt weet van hoe komt dat, wat is er juist misgegaan, allez, misgegaan of welke factoren moet ik letten of kan je snel observeren en rapporteren van ah, die persoon heeft die aandoening of dat syndroom. Dus een heel interessant vak en ook wel echt een vak waar je wel moet opletten omdat het toch wel redelijk wat theorie is. In tegenstelling tot middelbaar hebben we niet echt meer van die knutselopdrachten of opdrachten dat je op school moet uitwerken en dat dan in de praktijk moet voorzien, zoals wat ik net zei, knutselopdrachten of soort animatievoorzieningen. Wij maken ze eerder in theorie en dan mag je zelf kiezen of je die in praktijk toepast of niet. Er staan ook nooit echt punten op. Wel moet je die, zoals ik net zei, in theorie maken. En dan gaat er een paper worden rondgemaakt. Dan moet je dan indienen en een narratief maken van die zaken. Maar
Zelf moet je kijken van wil ik het toepassen op stage? Is dit het juiste moment? Hoe wil ik dat toepassen? Ga ik nog wat in veranderen? Dus dat nooit vast. Dus ja, ik mag jezelf inbrengen, mag je het zelf inbrengen van in de groep van oké, ik wil het nu doen, ik wil het met die personen doen, ik kan nu een deeltje doen. Ik zie dat ze toch nog niet helemaal klaar zijn voor de volgende step, dus dan hou je dat voor later. Dus al van die zaken. Dus eigenlijk, ja, die richting, de theorievakken of de lessen dat je krijgt, zijn heel interessant. Je leert er heel veel door. Allemaal soorten verschillende vakken, maar dat toch allemaal ongeveer algemeen hetzelfde is rond de richting orthopedagogie. En ja, waar je het kan volgen is op, ja, ik heb het nu op de AP Hogeschool. Je kan het ook volgen op KDG of Thomas More. Maar de campus van AP, die de richting graduate orthopedagogie organiseert, is op de Lange Nieuwstraat, de Zijstraat van de Meijer. Dat is ook echt een voordeel, omdat je tijdens de middag, ja, als je een uur vrij hebt, zoals de meesten, wel eens over de Meijer kan wandelen, winkelen, iets eten of iets drinken. Dus dat is allemaal wel plezant. En het is ook heel makkelijk bereikbaar. Het, ja, het Centraal Station is er heel dichtbij, de trams, de bussen. Dus dat is eigenlijk een perfecte locatie. Hoe graag je in die richting? Of hoe ben ik erin geraakt? Ik zelf heb toelatingsproeven moeten afleggen om in die richting te kunnen beginnen, omdat ik nooit mijn zevende jaar heb afgemaakt, zevende jaar beroeps. Dus ik heb geen middelbaar diploma. Dus ik moest daar mijn toelatingsproef afleggen, zoals ik net al zei. Maar voor de mensen die dan wel een middelbaar diploma hebben, ja, die moeten dat dan niet doen. Maar wil je toch starten als je geen middelbaar diploma hebt? Dan zal ik nu al wel meedelen dat het wiskunde en taalvaardigheidsproeven zijn. Dat je taalvaardigheidsproeven, ja, dat zijn ongeveer 280 vragen dat je moet oplossen. DT-fouten, welk woord, er een synoniem van een woord kunnen bedenken, ja, allerlei, gewoon algemene kennis van Nederlands. Heb je ook nog een wiskundeproef. Die wiskundeproef is toch wel redelijk moeilijk. Je moet wel zien dat je al een kleine basis of een stevige basis wiskunde hebt, omdat je daar vierkantswortelen, machten, verschillende breuken krijgt. Maar op AP of via de VDAB zelf, omdat dat nog van vroeger was, en kan je oefensites vinden om daar al op voor te bereiden voor als je de toelatingsproef gaat afleggen. Omdat je dan 2 uur de tijd kreeg om die alle twee te behalen en je moet op alle twee minstens 50% hebben om te mogen slagen. Allee, om te slagen en dan om de richting te beginnen. Maar toch raad ik aan, zie dat je voor de leerlingen die momenteel nog in het jaar beroep zitten en de twijfel zijn, zou ik de graduaat nu gaan doen? Of zou ik mijn zevende jaar doen? Raad ik het wel aan om je zevende jaar te gaan volgen, omdat dat toch wel een bepaalde zekerheid geeft. Ik heb die keuze niet gemaakt, omdat de keuze dat ik in het zevende jaar moest maken, dat interesseerde mij niet echt, of dat was niet hetgene wat ik voor ogen zag. Maar ik zit nu wel met het, ja, probleem, zal ik maar zeggen, van oké, ja, deze 2 jaar moet ik het echt wel halen, want anders heb ik niks. Dus daarom, zoals ik net zei, raad ik echt wel aan van, zie dat je een middelbaar diploma hebt, dat je dat al hebt, dat je, als je dan aan de graduaatopleiding begint, of eender wij, en ja, het is toch niet echt je ding, ja, heb je toch het tenminste een middelbaar diploma al. Maar wil je toch na je zesde jaar de graduaat gaan volgen? Doe het. Het is niet heel moeilijk. Het is gewoon ja, zelfmotivatie. Zie dat je klaar bent om te studeren. Maar dat is wel een moeilijke als je van beroeps komt. Heel veel richtingen hebben in beroeps geen examens. Dus dat maakt het wel lastig als je dan in de richting komt waar je dan wel examen zit. Maar als je wilt, dan kan je. Hè. Dat is het enige dat ik kan zeggen. Het ligt er volledig aan jezelf. Heb je de juiste motivatie, de juiste ingesteldheid, dan kom je er wel. En heb je eens een tweede zit? Wie heeft er, bij wijze van spreken, wie heeft eens geen tweede zit? Zelf ben ik dit jaar heel goed gestart. Allemaal goede punten. En dan lag je juist aan het hele van, oké, ik ben gestart. Ik wil dit halen. Ik wil zo snel mogelijk deze richting afronden om dan verder te kunnen gaan. Als je die mentaliteit hebt, en eigenlijk gewoon altijd moet hebben, dan kom je er zeker. Dan moet je geen paniek hebben of geen stress. Dus ja. Wat wil ik later doen met deze richting? Ik zou heel graag later inspecteur worden bij de politie.
begin dit schooljaar al aan mijn toelatingsproeven om dan, als ik hopelijk na volgend jaar afstudeer, dan te kunnen beginnen aan mijn opleiding als inspecteur. Maar waarom heb ik dat gekozen? Ja, omdat dat mij als kind ook altijd interesseerde. Maar ook omdat je als orthopedagoog of als student-orthopedagoog al kennis hebt door bepaalde situaties. Je leert omgaan met stress, je hebt mensenkennis, je weet hoe mensen, deels hoe mensen reageren op bepaalde situaties. Je moet leren rustig te blijven, kunnen observeren, rapporteren. Dat zijn allemaal dingen die heel handig zijn of aan pas komen als je later bij de politie terechtkomt. Dus voor degenen die later toch politie willen worden, maar toch nog eerst willen gaan studeren, raad ik aan om een graduaat orthopedagogie te gaan halen of ja, een bachelor. Moet je zelf zien wat je het liefste hebt. Ja, voor de rest heb ik niet meer echt veel te vertellen over mijn stage, over mijn studierichting. Alleen dat ik het eigenlijk heel leuk vind. En dat ik het iedereen aanraad, omdat het echt de max is. Zoals ik net zei, je hebt zoveel. Je leert elke les leer je zoveel nieuws bij. Je kan altijd filosoferen, discussiëren en nooit staan een standpunt vast in de les. Oké, sommige theorieën zullen er altijd wel zijn. Maar daarom wil dat niet zeggen dat dat niet aangepast kan worden. Iedereen heeft zijn inbreng, iedereen mag evenveel zeggen, iedereen heeft evenveel te zeggen. Zoals ik daar juist misschien al heb gezegd van. De band met de lector is ook echt gewoon geweldig. Het gebeurt vaak als we samen, als we 's middags een boterham zitten eten, dat hij erbij komt zitten, een koffietje drinken, dat we ermee praten. We zijn echt wel, ja, we worden ook echt wel aanschouwd als gewoon, ja, een mede iemand. Niet van leerkracht-student, want dat heb je vaak in het middelbaar, maar dat je echt wel zelf je inbreng hebt. Ik heb zelf niet meer veel te vertellen. Als je nog vragen hebt, kun je altijd naar mij sturen. Ik ben Erik van Zeebroek. Ik ben altijd beschikbaar. Ik wens jullie heel veel succes met jullie toekomst en jullie volgende studierichtingen. Salut!